in dat stond, jongen. Lara. Dat is nou toevallig. Zit er zus bij Toos geweest? Hoe kan iemand niet open doen? Ben maar Toos in het gepeld. Wat zeker dat? Ik kwam toen niet met open doen. Geen mens. Dat is ik niet Toos geweest. Ja, oh, dat zou wel zijn. Komt je geen alias van de werk? Ik heb nou, jong, ik heb al lang gedaan, maar... Ik zit een beetje aan het bijverdienen, hè, Gaston. Na mijn uren doe ik een assurances, hè. Ja. Wat voor assurances? Assurances. Dat is voor geld te trekken als je doet, hè. Amai. Toch een fout plezier dan hebben dan. Nee, je verstaat het niet. Nee, je verstaat het. Zee, als je naar bij mij verzekerd zit, hè, dan verdien je geld terwijl dat je slaapt. Het wordt niet meer uit de pitten komen, hè, ja. Nee, maar dan moet je daar niet mee zwazen, hè, Gaston. Luister, pas op, manneke, ik wil u niet bang maken, zinne, maar zolang als je niet verzekerd zit, hè, staat er voor haar in haar vrouw niks anders als miseren voor de deur, weet je dat? Dan moet je zwazen, of zit je aan de plezantste toe? Nee, Gaston, nee. Vandaag ziet de hemel blauw en morgen hangen er onweerswolken. Ze komen dichter. Ze komen dichter. Zie je ze komen? Ja. En je weet van niks. Betang je de radio, zei ze, had beter werk. Okay. Jongen, redeneert nou toch eens, Gastolke. Je zit toe het ver dat je twit. Allee, zit er al verzekerd tegen accidenten? Accidenten? Is dat nodig, denk ik? Maar manneke, alsjeblieft, daar gaan nog buiten komen met zo'n verkeer. Op iedere hoek van de straat loog te doet. Allee, is het. Veronderstel. Veronderstel, Gaston, je zit aan het draaien met uw auto. We zitten strop, hè. Je weet dat je er dat al wip, Leia. Zo, maar dat is... Allee, we hebben een onkel tot een auto? Je rijdt één auto. Voilà, dat zijn we bobber, voilà. Veronderstel, je zit met mijn onkel aan het draaien. Er zitten nog mensen in de auto. Laten we veronderstellen, twee vrouwen. En je zit aan het draaien. En ineens komt er uit een zaastrap. Wat? Die twee vrouwen zijn daar kennissen van mijn onkel. Tuurlijk, anders zouden ze niet meenemen, hè. Dus verstand is, je zit aan het dragen, hè. En ineens uit een zaastraat... Ja, daar verschiet ik van. Van wat? Ik had dat niet gedacht van mijn onkel. En wie is met wie vrouwen tegelijk, Leia? Wat? Oh, wat? Als een vrouw dat te weten komt, zal er toe als wel een accident gebeuren. Maar alsjeblieft, manneke, er steekt toch niks in? Hé, hey, dus zeg je dat er twee vrouwen in zitten. Maar manneke, er steekt toch niks tussen? Waar weet je gaat ervan? Gelijk dat ik met een onkel ken. Oh, is dat aan mij? Die zal er dikwijls tussen zitten, geloof. Dat is nu niet meer als ja, maar allee, kom. Laten we gewoon het simpel maken. Die vrouwen zijn uitgestapt. Terwijl dat we rijden? Ja, zeker wel. Die komt er leven, wat zeg je dan? Alsjeblieft, maak me niet zenuwachtig, hè, jongen. Luister, dus die vrouwen zijn uitgestapt. Je zit aan het raam over een onkel. En ineens komt er een kind de straat overgelopen. En dat kind, dat loopt recht naar haar. Oh, nou maar. Is dat nou niet hier nog wel dat hij, of nog weet dat dat kind loopt? Ga ook geen klaren in mijn schone schoen. Ja, oké, dat hoort, joh. Maar dat is toch een kind van hier, van die vrouwen? Dan hebben we een onkel, dat gelaten. Het is niet mooi, hè. De naam van Pallenpoeter. Allee, ach, kom. Ik heb het over dat accident. Dus je ziet aan het rijden, dat kind loopt over. Mijn onkel draait als een stuur. Die botst op een andere auto. Wat kraden, kaam, blutsen, bloed. Dat moet een patat zijn. Hey, voor zo'n ding moet er nou verzekerd zijn, hè. Nou, dat gebeurt. Die zit op mijn kop gevallen. Mag ik hier zelf van hen? Nog wie? Nog mijn tante. Voor wat? Die zit er met dat deiter en die weet niet van dat accident. Is niet...